Bioelectric is ontstaan uit het brein van een heel creatieve ingenieur, Philip Jans, die eigenlijk het heel jammer vond dat met het krachtige methaan die aanwezig was in mest, dat er daar niks mee gedaan wordt. Hij is gaan kijken in het buitenland, heeft een aantal grote installaties gezien. Hij is dan, zoals heel veel kleine bedrijven, in zijn kelder begonnen met dat te ontwikkelen. Hij heeft een tweetal kompanen gevonden, Jonathan en Jan. En die hebben dan eigenlijk samen de eerste installatie gemaakt. En in 2011 is de eerste installatie geplaatst geweest op de boerderij. Op vandaag is Bioelectric uitgegroeid tot de wereldspeler in de kleine methanisatie. Wij hebben 250 installaties. Sorry. Het is het enige bedrijf in de wereld die in dat niche-segment zo actief is. Het is zo dat wij vertrekken vanuit het concept dat je vanuit methaan, dat een energiebron is en dat je die energiebron kunt gebruiken om een motor te laten draaien. Dat is het basisconcept. En dan moet je kijken in welke opstelling dat het best gebeurt. Wij starten hier met de mest in een reactorvat te doen, geen betonnen silo, maar we hebben een stalen silo waar we een isolatie in laten doen. Daarbinnenin komt een liner, daarin wordt de mest gebracht. Dat is eigenlijk onze maag, onze soep waar alles gebeurt, dat is superbelangrijk. En dit geheel moeten we kunnen opwarmen tot 42 graden, constant. Dit is een gegeven waar je anderzijds moet voor zorgen dat je mest binnenkomt geleidelijk en tegenstaat geleidelijk weggaat. Om dat te kunnen bewerkstelligen hebben we daarvoor een container geplaatst. Die container bestaat uit een aantal componenten. De belangrijkste component daarin is de motor. Die vandaag draait op gas. Gas dat gezuiverd is, dat vrijgemaakt is van zwavel. Die motor draait en een motor genereert warmte. In het kader van duurzaamheid hebben wij ervoor gezorgd dat in een motorblok perfect afgesloten wordt. Hebben we daarnaast een warmtewisselaar geplaatst die alle warmte recupereert, zodanig dat we het maximum van de warmte, geproduceerde warmte, kunnen benutten voor onze installatie. Die warmte is zeer belangrijk omdat we enerzijds de kleine helft van de warmte, grote orde hangt af van installatie per installatie, de kleine helft van de warmte nodig hebben om de installatie te verwarmen, op die 42 graden te kunnen houden, constant. De rest van de warmte is iets dat we vrij hebben. Dat kunnen we gebruiken, dat kan de landbouwer perfect gebruiken om zijn stallen te verwarmen, zijn huis te verwarmen, om de melkkoeltank te reinigen. Allemaal mogelijkheden die er zijn. Sinds vorig jaar hebben we een nieuwe stal gebouwd. En dat was eigenlijk de introductie van het nadenken over de pakketvergister. En dat we op die moment toch wel interessant vonden om te gaan inschakelen, ook met het milieu in ons gedachten, dat we daardoor voor gekozen hebben dat we toch wel een bedrijf hebben dat vrij veel stroom verbruikt met de nieuwe installaties die we in de nieuwe stal gebouwd hebben en dat het vandaar ons toch wel interessant leek voor de boeketgevester te bouwen. De installatie brengt ons jaarlijks 170.000 kilowatt aan stroom op. Dus we kunnen ons bedrijf volledig voorzien. We hebben het trouwens nog over. We hebben hier een verbruik van 120.000 à 130.000 kilowatt aan stroom. We hebben ook nog een 10 kilowatt aan zonnepanelen liggen. We zijn maar ruimschoots voldoende van energie. De mest wordt in eerste instantie geproduceerd door de koe en komt in een hele kleine kelder van 200.000 liter. Er staat een pomp op die dagelijks de mest omheen maakt. En van daaruit vertrekt hij dan naar de citerne zelf, waar een 250.000 liter als basis zit, waar daar al een keer mee gewerkt wordt, waar dan de gisten in zitten. En het zijn die gisten die de stroom eigenlijk gaan opwekken. En daardoor wordt een gasverbrandingsmotor aangedreven en zo de turbine die de stroom aangedreven wordt voor de stroom te maken. Dus we hebben aan de stal zelf geen aanpassingen moeten doen en kunnen we de citerne eigenlijk voeden met dagverse mest van het bedrijf. Wanneer het bedrijf voldoende groot is, raden wij dat toch aan voor dat ook te doen. Ook naar de buitenwereld toe, voor milieutechnische redenen. Dat wij als landbouwers ook kunnen naar buiten treden en kunnen zeggen van wij doen voor het milieu ook wel inspanningen. Want we zijn de eerste slachtoffers van de klimaatsveranderingen. En vandaar dat ik het ook wel denk dat de methaanuitstoot op die manier toch wel drastisch kan gereduceerd worden.
95% van onze installaties worden verkocht aan veehouders, melkveehouders. Omdat de installatie het best draait op de manier waarop we nu werken met dagverse mest. Wij starten met melkveehouders die een 80 koeien hebben tot een 400, 450 melkveekoeien. En de andere 5% die worden, daar zijn we gestart bij varkenshouder en ook enkele installaties wat als ze waterzuivering doen voor de slip. Het is voor ons heel belangrijk dat we de juiste installatie bij het juiste bedrijf plaatsen. Dus wij gaan eerst en vooral gaan kijken van is het type landbouwbedrijf, past dat voor onze installatie? Daarnaast moeten we ook er ons van vergewissen dat de landbouwer geïnteresseerd is in mechaniek, dat hij moet opvolgen. Want heel veel van onze goed draaiende installaties hebben één ding gemeen. We hebben een landbouwer die erin geïnteresseerd is en die preventief dingen ziet en kan aanvoelen. En een derde punt dat zeer belangrijk is, is de kwaliteit van de mest. De installatie wordt geplaatst en eigenlijk de reactor, dat is één grote maag. Dat is een bacterieel leven, dus je moet zorgen dat dat op gang komt. Dus er wordt digestaat vanuit een andere boerderij geplaatst of mest die dan langzaam opgewarmd wordt. En dan moet je proberen die mest tot 42 graden te krijgen. Dan krijg je een natuurlijke reactie. De bacteriën doen hun werk en krijg je methaan. Dat is de opstartfase. Dat kan enkele weken duren totdat het volledig op zijn gang is. En dan is het superbelangrijk dat we zeer preventief werken. De landbouwer speelt hier een heel grote rol. Maar wij hebben ook via My Bioelectric geven we hem een gegeven, een tool die je bij zijn smartphone kan volgen, waar je een groot aantal parameters kan bekijken van komt er voldoende gas, is er juiste druk, is er temperatuur en dergelijke meer. Het is belangrijk dat hij iedere dag in de container gaat gaan kijken van zijn er geen lekkages, is er niks die verkeerd loopt. Maar het echt opvolgen kan hij perfect ook doen via zijn smartphone. De opvolgingen, dat is eigenlijk vrij miniem. Wanneer dat alles op zijn punt stond, kunnen we dat eigenlijk wel beperken tot een 5 à 10 minuten per dag om alles eens te controleren en de goede werking ervan voorzien. En één keer op de maand moeten we de motor een olie verversen en dergelijke meer. Dus, en dat neemt een uur in beslag, dus daar is alles mee geteld. Wij doen 3 maandelijks een onderhoud van de installatie. Dus we hebben een checklist die wij helemaal overlopen. En we kijken of dat alles goed werkt en er geen problemen zijn. In de toekomst geen problemen kunnen gebeuren. Wij vervangen ook preventief onderdelen. Kwestie van geen problemen naar de toekomst toe te ontwikkelen. Het eerste punt is, alles wordt hier geassembleerd. Dat is superbelangrijk. Dat gebeurt hier in Vlaanderen. Hoe gaat het in de realiteit? Hebt u een container die bloot staat? We maken daar gaten in, waar dat de openingen moeten zijn later. Dat is uw eerste fase. Dan wordt de post ervoor, maken wij alles klaar op grote borden. En die borden worden bevestigd aan de wanden. De motor komt er in het derde station bij, dus je gaat stap per stap verder. En we hebben een methodiek zodanig dat we zeker zijn dat we geen stappen overslaan. Duurzaamheid is voor ons heel belangrijk en we proberen ook het hele proces door te betrekken. Dus we hebben een eindproduct wat duurzaamheid zeer belangrijk is, maar ook in het beginproduct vanaf de eerste stap kijken we dat om zo ecologisch mogelijk en zo duurzaam mogelijk te doen. Het begint al met kijken naar onze leveranciers, zoals bijvoorbeeld bij deze container. Zorgen wij dat het een tweedehands container is die in heel goede staat is, maar wij die herschilderen die, daar starten we al mee. We trekken dit ook door als je kijkt naar onze levering. Als de één keer de installatie hier klaar is, dan wordt die hier getest en dan brengen ze naar de landbouwer. En ook daar proberen we om dit in één vrachtwagen te kunnen verplaatsen. Het is de bedoeling dat de installatie hier vertrekt. Het komt toe bij de landbouwer waar reeds een betonnen vloerplaat gegoten is. En dan zetten wij onze installatie daar. In 3 dagen is de installatie ook vastgelegd.